Jouw relatie met Dimitri, we moeten daar eerlijk in zijn, het was toch niet evident, hè? Want je had soms ook wel twijfels over hem, hè? Ja, ik heb ook wel eens getwijfeld. Natuurlijk ook wat ik net zei met dat spel, dat je toch een beetje daarmee aan het twijfelen bent van ja, hoe en wat. Het zal toch niet zijn dat het misschien voor een spelletje alleen is. En dat moet je ook altijd in je achterhoofd houden, want ja, je kent iemand net. Dus ja, ik had wel inderdaad gesprekken met Grazer ook over gehad, van hoe en wat. En ja, ik weet niet in hoeverre dat is uitgezonden, want ik heb natuurlijk nog niet tot daar gekeken. Maar ik weet wel dat die gevoerd zijn. En ja, uiteindelijk is het allemaal gewoon goed gekomen. Dus ik ben blij met hoe het gegaan is. Ik heb erover getwijfeld, maar dat is ook omdat ik zelf misschien wat onzekerder ben als het gaat om relaties. Door dingen uit het verleden die zijn gebeurd. Dat ik denk van, oeh ja, ik hoop dat hij mij ook heel leuk vindt. En dat het wederzijds is. En ja, nu, ik merk dat echt wel heel erg. Ook met die videomessage in het huis had ik al het idee van, ik zie echt, weet je wel, een hele andere Dimi. Gewoon nog liever en leuker. En ja, daarna die brief kwam ook nog. Dat ik echt dacht van, ja, ik weet het nu echt 100% zeker. En dan nu dat we uit het huis zijn, is het eigenlijk nog meer bevestigd dan dat het al was. Dus ja, ik ben blij. Je was niet de enige die twijfelde, want Kitty was nog in het huis en toen was er een gesprek tussen haar en onder andere Peter. En die twee waren er heilig van overtuigd dat jullie een vriendschap of relatie opstarten enkel en alleen om de stemmen. Ik heb zoiets gelezen, ja. Ik heb het natuurlijk nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien op beeld. Maar ik kreeg al wel dat gevoel in het huis ook. Dus ik had al wel een opmerkingje hier en daar gehoord. Dat ik echt gewoon een kusje aan hem gaf en dat ik op de achtergrond zo'n opmerking hoorde. Dat ik dacht van, oké, volgens mij hebben die daar een bepaalde mening over. Maar ja, ik heb ook gewoon gedacht van, ik weet het wel beter. En ieder zijn ding, ja, je kan vinden wat je wil, maar ik vind het leuk, hij vindt het leuk en ja, dat is wat belangrijk is. Nochtans heb ik jou een paar weken geleden enorm zien schrikken op de livestream. En dat was op het moment dat Dimitri vertelde hoe graag en hoeveel hij drinkt. Ah ja. Ja, klopt. Nee, inderdaad. Ik hou zelf ook van een drankje, dus ik mag er zeker niks van zeggen dat dat niet oké is. Want ik hou van een feestje, gezelligheid en dat hebben we zaterdagavond of nacht eigenlijk ook echt wel gedaan. Lekker wijntje erbij en leuk. Maar inderdaad, toen er ook een gesprek was met bijvoorbeeld autorijden en een drankje op, dat was niet echt mijn, ja, hoe noem je dat? Daar was ik niet fan van, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik heb er ook met hem over gekletst. En hij zei ook van, het is een paar meter van zijn huis vandaan. Dat alsnog is dat niet oké en niet goed. Maar het is een ander verhaal dan dat je een half uur in de auto zit natuurlijk. Dus dat klaarde wel al heel veel op. En ja, ik denk ook niet dat hij het nog zal doen als ik hem zo gehoord heb daarover. Ik denk dat hij ook wel dacht van, oei, dat is misschien helemaal niet slim wat ik aan het doen ben. Dus ik denk dat het eigenlijk wel goed is dat daar wat over gezegd is. Want dan zal hij het in ieder geval niet meer doen. Dus dat is alleen maar mooi.